Hallo, ik ben Frans Prinsen. We hebben een pluimveebedrijf in El. Dat is in de provincie Limburg. We hebben hier nu kuikens zitten voor soortenboom fresh. Tot voor 2017 zaten hier slagkuiken moederdieren. Wegens marktomstandigheden en export van eieren niet meer jouw product in de Nederlandse winkels hebben liggen en toch evengoed verder willen met ons bedrijf, hebben we toen een bewuste keuze gemaakt om te stoppen met moederdieren. Midden 2016 hebben we de eerste gesprekken gehad met De Heus en Storteboom over iets anders. In 2017 hebben we de knoop doorgehakt en onze laatste moederdieren zijn toen gegaan. We hebben het bedrijf omgebouwd naar sterkuikens. Dat zie je ook wel, want we hebben hier de daglichtplaten, die zijn nu nog dicht. Hier aan de zijkant zie je de uitloopluiken. Dan gaan ze vanaf 14 dagen, als het mooi weer is en de kuikentjes zijn mooi bevederd, dan mogen ze daar naar buiten. We hebben er eigenlijk nooit met iemand over gepraat, of dat ze het niet vragen of nooit gezegd hebben. Maar je hoort dat dan van anderen, dat de ene zegt van die lachen me uit, gaat het dan zo slecht? Of is hij naar de kloot of gaat hij vierde of wat? Nee, absoluut niet. We hebben de hele ombouw gedaan zonder andere bankaire verplichtingen verder aan te gaan. Dat vonden wij belangrijk. Toen konden wij de keuze maken om zonder andere partijen de keuze te maken van stop. We bouwen de hele tent om. En dat is ook naar mijn idee een heel belangrijk stuk van ondernemen. Stoppen. Stoppen met iets wat je altijd gedaan hebt, maar dan wel verder kijken en nieuwe kansen pakken. Ja, en die hebben wij met ons bedrijf gepakt. En die hebben voor ons heel erg goed uitgepakt. Kijk, de grote verschillen die wij na 2017 meegemaakt hebben, is het herterugkrijgen van je werkplezier. Het ondernemerschap is wel weer, van de ene kant is het wel geslonken, maar is wel compleet anders geworden. Het mooie van alles is dat je die keer dat je meegaat met je vrouw boodschappen doen, dat je door de Jumbo loopt en je krijgt in een vleeszak dat jouw vlees daar misschien ligt. Die kans is natuurlijk groot. Het fijne van alles is, was ook een van de grote keuzes die we gemaakt hebben, om zo hoog mogelijk concept voor dit bedrijf uit te zoeken. Het was een ster concept. Het belangrijke wat wij daaraan vonden, is dat er een ster van de dierenbescherming aan zit. Maar het grootste, wat eigenlijk misschien heel raar klinkt, is de tijd. We hadden 27.000 moederdieren. We hebben nu alles omgebouwd naar sterkuikens. Als dat alles mooi draait en zijn mooie beleeftijd en ze zijn gezond, dan heb je tijd over. We hebben zelfs zoveel tijd over gekregen dat we begin vorig jaar een tweede locatie overgenomen hebben. Daar zitten nu NSK-keukens, ook voor Storteboom. En dat bevalt gewoon super. Buiten het feit dat je financieel bijna onafhankelijk bent. Dus niet afhankelijk bent van of dat het buitenland jouw eieren wil hebben, ja of nee. En doe ik mee dat als je de eieren in de machines gaat van deze concepten bij Storteboom, dan is het vlees verkocht. Dus ze gaan. En dat is een hele geruststelling. In plaats van dat je je eieren lokaal vol hebt staan met broedeieren, in de hoop dat ze deze week komen halen. En nog grotere hoop, of dat ze wel blijven betalen. Maar ik denk dat wij het heel erg belangrijk vinden voor ons gezinsbedrijf, dat we een eerlijk product maken voor de Nederlandse markt, wat in de Nederlandse winkels in het winkel ligt. We zijn op deze locatie zijn we met een uitbreiding bezig. Toch omdat we zien dat de vraag naar dit concept, het sterkconcept, steeds groter wordt. En wat dat betreft is onze toekomst, denk ik wel, de komende 10, 15 jaar gewaarborgd. Als er iets is, gaan we toch weer wat anders doen.